We weten ondertussen dat we bij innovatie niet alleen bezig moeten zijn met product development, maar ook met customer development. In andere woorden, we moeten niet tussen de vier muren van ons bedrijf blijven. We moeten naar buiten, naar de beoogde klant, om hem enerzijds te vragen of het probleem dat wij geïdentificeerd hebben ook werkelijk zijn probleem is. Anderzijds om erachter te komen of hij ook bereid zou zijn om te betalen voor een oplossing van dat probleem. En in de derde plaats om erachter te komen of de oplossing zoals wij hem voor ogen hebben ook werkelijk een oplossing is zoals hij dat ziet. Een probleem dat we daarbij tegen kunnen komen is dat de klant niet altijd de waarheid vertelt. En dat is niet zozeer omdat het een noodware leugenaar is of omdat hij er bewust op uit is om ons te misleiden. Dat is omdat veel mensen, wij allen, niet altijd zich realiseren wat we precies doen om dingen op te lossen, hoe vaak we dingen doen of hoe vaak we juist dingen niet doen. Bovendien zijn mensen geneigd om sociaal aanvaardbare antwoorden te geven. En dat is in de omgang ook heel prettig, maar dat is contraproductief op het moment dat je probeert een idee scherp te stellen. De schrijver van dit boekje, de MAM-test, zijn naam is Fitzpatrick, het is een klein boekje, die illustreert dat aan de hand van een anekdote, waarbij een zoon bij zijn moeder komt en hij heeft een idee waarover hij zelf heel enthousiast is, in de vorm van een app met recepten, een soort digitaal kookboek. En hij vertelt daarover vol vuur aan zijn moeder. En op het eind van zijn betoog vraagt hij dan, en wat vind je daar nu van? Nadrukkelijk met de ondertoon van, jij vindt dat vast ook geweldig. En zijn moeder, die in de eerste plaats haar kind niet wil kwetsen, en in de tweede plaats er sowieso op geprogrammeerd is om haar zoon te ondersteunen, die beaamt dus van, ja, dat is een heel interessant, leuk idee. En vervolgens loopt die zoon dus terugweg in de vaste overtuiging dat hij inderdaad een goed idee heeft, dat nu bovendien gevalideerd is bij de beoogde doelgroep, namelijk mensen zoals zijn moeder. Maar dat is wellicht ten onrechte. En de schrijver, Rob Fitzpatrick, die reikt eigenlijk een drietal technieken aan om dit soort situaties te vermijden. In de eerste plaats, zegt hij, praat je best niet te veel over je eigen idee. Sterker nog, als je dat integraal kunt vermijden, dan doe je dat best. Je kunt beter praten over het leven van jouw gesprekspartner en eventuele problemen die die tegenkomt. En dat klinkt een beetje vreemd. Mensen zullen misschien eerder terughoudend zijn om dat soort dingen te vragen. Maar de realiteit is dat mensen eigenlijk graag over zichzelf praten en ook over de problemen die ze tegenkomen bij allerhande zaken. Dat helpt in ieder geval om één categorie van slechte data die je zou kunnen krijgen te vermijden. En dat zijn complimenten. Dus complimentjes zijn leuk, maar als het erover gaat jouw idee scherp te stellen, dan zijn ze eerder contraproductief. Een tweede tip die hij geeft is, pols niet naar vaagheden in de toekomst. In de termen van, dat zou jij dan in de toekomst wel gaan gebruiken, hè man? Ja. Dat weet ze eigenlijk niet. Je kunt veel beter vragen naar het verleden. Hoe deed je de dingen in het verleden? Wanneer was de laatste keer dat jij een kookboek hebt opengeslagen? Je hebt een iPad. Waarvoor gebruik je die precies? Heb jij daar al apps op zitten? Of maak jij eerder gebruik van Google of dat soort zaken? Dat maakt de dingen veel concreter en helpt je dus veel beter om een idee te vormen over de wenselijkheid van jouw idee. En dan het derde. Praat minder en luister meer. Dus in een anekdote zoals hier beschreven, vertelt de jongen eigenlijk vol vuur en pas op het allerlaatste moment vraagt hij dan even aan zijn moeder wat ze ervan vindt. Hij zou veel beter direct een vraag gesteld hebben en dan haar aan het woord hebben gelaten. Nu, de schrijver geeft nog een aantal andere zaken mee in de loop van het boek. Hoe je een gesprek voorbereidt, hoe je ervoor zorgt dat je niet alleen maar vragen stelt, maar ook werkelijk relevante vragen stelt. Daar ga ik nu even niet op in. Waar ik nog wel kort op wil ingaan is commitment. Dus als je erachter wil komen of je werkelijk met iemand te maken hebt die in de toekomst een klant zou kunnen worden, dan moet je eigenlijk een vorm van commitment kunnen krijgen. En commitment kan zich uiten in de vorm van geld. Dus een klant die direct zegt, ja, ik wil betalen voor jouw oplossing, ook al is hij op dit moment zelfs nog niet helemaal klaar. Maar het kan zich ook nog op andere manieren uiten. Het kan ook betekenen dat iemand bereid is om tijd te investeren in jouw idee. Dus die wil mee ontwikkelen aan jouw concept. Dan investeert hij tijd en dat toont een soort van commitment waar je iets mee kunt. De derde vorm van commitment die interessant kan zijn is
reputatie. Dus iemand die bereid is om zijn baas mee uit te nodigen voor een volgend gesprek, om jou de kans te geven om aan zijn baas dat idee voor te leggen, ja, die legt eigenlijk zijn reputatie op de weegschaal. En dat toont aan dat hij commitment heeft voor jouw idee. Voilà, ik denk dat dat de belangrijkste bevindingen zijn van dit boek. Als je er meer van wil weten, lees dan de samenvatting. Of als je nog meer wil weten, lees dan het boekje zelf.